Oh, hi. Ja, als YouTube-ster is het natuurlijk erg hard werken. En daarom is het belangrijk toch af en toe even te kunnen relaxen. En gelukkig is daar de comfort seat. Hoi, ik ben Jasper van Nautekeer en leuk dat u kijkt naar deze video. Stelt u zich eens voor, het is prachtig weer, 25 graden, een klein briesje, maar er is nergens een plekje waar u even van de zon kunt gaan genieten. Dan is de comfort seat een handige oplossing. Vandaag nemen we de comfort seat met ingebouwd frame eens onder de loep, want wat maakt de comfort seat nou zo comfortabel? Nou, dat komt omdat de comfort seat voorzien is van een uniek geïntegreerd scharniersysteem, waarmee u het kussen in maar liefst 40 standen kunt positioneren. Daardoor kunt u de comfort seat dus instellen in elke gewenste positie en is extra rugondersteuning dus niet nodig. De comfort seat is niet alleen erg comfortabel, maar ook erg praktisch. Zo is de bekleding gemaakt van Sunbrella Solution Dyed Acryldoek. Nu hoor ik u denken, wat is dat? Nou, dat betekent dat de bekleding niet alleen waterafstotend is, maar ook rot en schimmelwerend is. Dus een val in het water is voor de comfort seat geen probleem. Ook is de comfort seat aan de onderzijde voorzien van gewapend PVC anti-slip materiaal, wat voorkomt dat de comfort seat van de ondergrond af kan glijden. Wanneer u de comfort seat niet gebruikt, moet het kussen natuurlijk worden opgeborgen en ook daar hebben ze rekening mee gehouden. Want de comfort seat is namelijk 1 meter lang en 50 centimeter breed. Maar dat is nog niet alles, want ook wordt hij geleverd inclusief een handige opbergtas. Opbergtas en hebben ze aan de zijkant een stevig handvat gemonteerd zodat u het kussen eenvoudig mee kunt nemen. Bent u nou ook zo nieuwsgierig geworden naar het comfort van de comfort seat? Ga dan voor meer informatie naar www.nautegear.nl of klik op de link hieronder in de beschrijving. Dan ga ik nog even verder relaxen en dan zie ik u weer graag bij een volgende video. Oh, hi. Nou, dat komt omdat de comfort seat. Bent u nou ook zo nieuwsgierig geworden naar het comfort van de comfort seat? Zeg ik dat wel goed?